EK. Dus ik mocht met een jaartje ouder meegaan. Dat was tegen Denemarken, ik was basis toen. Ik vond dat wel heel leuk natuurlijk, want voor een nationale ploeg spelen was altijd al iets heel speciaals. Dus zeker toen ik had gescoord. Mijn eerste en mijn enige doel met de belofte, denk ik. Ja. Ik viel vaak in, meestal viel ik wel in, maar ik was nooit basis. Ik weet niet hoeveel wedstrijden ik heb gespeeld daar, misschien 5. En maar geen enkele wedstrijd was ik basis. En dat ik dan die stap van daar. Van geen basis spelen naar direct eerste ploeg, dat komt niet vaak voor. En dus in mijn hoofd had ik elk van, ik wil eerst mijn basisplaats winnen. Maar ja, als ik die stap kan overslaan en gewoon direct naar eerste ploeg, ja, dat is te beter. Ja, ik was aan het zitten op de massagetafel en toen zei iemand tegen mij, denk ik, ik weet niet meer wie, dat ik geselecteerd was. En in het begin was ik gewoon in shock. En daarna, ja, daarna kwam ik elke keer achter dat dat echt waar was. Dus, ja. Dit is mijn debuut tegen Denemarken. Toen mocht ik van de coach een aantal minuten inkomen voor Jury. Voor mij was dat heel fijn, omdat ik vond wel dat ik op training goed was. En dat de coach me dan de kans geeft om in te komen. Tegen toch wel een sterke ploeg. Denemarken is een heel sterke ploeg. Dus dat toont wel aan dat hij vertrouwen had in mij. Dus ik vond dat wel heel belangrijk en ik apprecieerde dat wel. Dat was toen ik basis was tegen IJsland. Dat bedoel ik dus met het vertrouwen geven. Want niet alle coaches zouden gewoon een 18-jarige basis laten staan tegen, in een officiële wedstrijd. Als ik aan die wedstrijd denk, denk ik ten eerste aan globaal van dat ik een mindere wedstrijd had gespeeld dan ik normaal doe. Maar dat ik dat doelpunt was gewoon altijd wel. Snap je, dat is heel mooi voor mij. Zeker op mijn eerste basisplaats. En ik was gewoon heel dankbaar dat ik naast hun mocht spelen. En dat was een droom voor mij. En ik was ook de coach heel dankbaar. Het eerste woord dat ik in me opkom is mooi, speciaal. Ik weet niet. Gewoon als je naar de teamfoto kijkt, is raar. Ik vind dat raar, omdat is dat toen ik in de rij staat voor je op het veld komt. En toen ik dan de namen van de spelers van onze ploeg gewoon achter op je rug zag, vond ik dat echt raar. Ik dan ook met hun in de rij stond. Bijvoorbeeld Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu en Axel. Zo, als je zo voortgaat, iedereen eigenlijk. Dat is heel raar, want zoals ik jullie al heb gezegd, ik heb echt gekeken naar hun op tv, op Groenplaats. Ik was daar met mijn vrienden. Ik was daar echt aan het kijken naar hun op IK. Bier op mij, dit, dat, alles. Dat is echt raar. En dat ik hier dan ben en dat iedereen dan naar mij kijkt en zo. Dus ik besef dat niet. En mijn vrienden zeggen dat ook, en mijn familie zegt dat ook tegen mij, want ik ben niet iemand die snel stresst of iets of anders gaat doen ofzo, maar ik besef dat gewoon nog niet, dat iets heel speciaals is op mijn leeftijd. En, maar ja, ik moet ervan profiteren en van genieten. Philippe Rosier, directeur, 49 jaar, Belg. Health and Performance Manager, mijn tweede toernooi. Het diner. Kijk altijd uit naar het lekkere eten dat de koks voor ons klaarmaken. Dan gaan we met een deel van de staf golfen in Schotland.
Hey, Melle, proeven.